VVD-Tweede Kamerlid Jeroen van Wijngaarden is niet tevreden met de 45e plek op de voorlopige kandidatenlijst van de partij. Om de kans te vergroten dat hij na de verkiezingen in maart nog steeds in de Kamer zit, gaat hij vandaag actie voeren tijdens het congres van de VVD. Wat gaat u vandaag uitdelen? Uh, deze kaartjes. En daarop staat heel duidelijk wie ik ben, waar ik voor sta, op welke plek ik sta op de lijst. En ook hoe mensen mij dan uh, omhoog kunnen stemmen. Dat uh, lijkt heel ingewikkeld, maar het valt wel mee. Waarom hebben ze u op plek 45 gezet, weet u dat? Ah, er is dat altijd een samenspel van factoren. Ik verwijt ook helemaal uh, niemand iets. Maar ik ga wel van mijn mogelijkheid gebruik maken, die ik heb als uh, kandidaat, om de leden van de VVD te informeren waar ik voor sta. En dat is dat ik dus wil doorgaan met mijn werk om uh, huwelijksdwang tegen te gaan, uh, sharia-huwelijken tegen te gaan en ook de wettelijke positie van vaders te versterken. Dat werk heb ik nog maar net in gang gezet. Ik zit pas 2,5 jaar in de Tweede Kamer. Dus het is voor mij echt nog uh, van groot belang. Om meteen na de verkiezingen hiermee door te kunnen gaan. En daarvoor heb ik een betere plek nodig. En welke plek is dan het meest geschikt? Waar, waar wil u naartoe? Dat is echt geheel aan de leden, niet aan mij. Dus ik ga nu, wij gaan 15 maart met de pet in de hand naar de kiezer. Ik ga eerst met de pet in de hand naar de VVD-leden. En het is helemaal aan hen om dat te bepalen. Maar ik informeer hen nu wel waar ik voor sta. Vandaag, wat verwacht u van de reacties? Ik denk dat uh, ik het op een hele nette en positieve manier doe. Um, en ik denk dat daar in een democratische partij als de VVD alleen maar heel veel waardering voor zal zijn. Het is wel uniek hè, voor de VVD dat er een Kamerlid zegt van ik ga nu uh, met de pet uh, rond, ik ga actie voeren om hoger op die lijst te komen. Ja, uh, het komt niet heel vaak voor, maar het is tegelijkertijd, we hebben die ledenraadpleging natuurlijk niet voor niks. En de leden van de VVD hebben uiteindelijk echt het laatste woord, dus het, uh, ja, het woord is aan hen.